Geert Wilders heeft weer een verschrikkelijk plan bedacht. Hij wil namelijk Syriërs die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, terug gaan sturen naar Syrië. Syrië, het land dat nog steeds een dictatuur is. Het land waar nog steeds oorlog plaatsvindt. Het land waar volgens mensenrechtenorganisaties mensen worden ontvoerd, mishandeld en gevangen gezet. Het is het land waar niet eens voldoende voorzieningen zijn om een normaal bestaan op te bouwen. En naar dat land wil Geert Wilders de Nederlandse Syriërs terug gaan sturen. Totaal onmenselijk om al die Syrische Nederlanders die dag in dag uit een bijdrage leveren aan ons land en hier in al die jaren een toekomst hebben opgebouwd, in deze onzekerheid te storten. En wij als DENK gaan dan ons ook tegen dit plan verzetten. Want wij moeten naast de Syrische Nederlanders gaan staan. We moeten tegen al die Syrische Nederlanders zeggen dat zolang het nodig is, zij in Nederland met alle barmhartigheid moeten worden opgevangen. En als ze de status als Nederlander hebben gekregen, moeten ze opgenomen worden in onze samenleving en moeten ze ook alle voorzieningen aangeboden krijgen die daarbij horen. Het is tijd dat wij tegen xenofoben, tegen racisten en mensen die verdeeldheid zaaien, zoals Geert Wilders zeggen, dat hun kwade plannen nooit de werkelijkheid zullen worden. Wij moeten opstaan tegen dit kwaadaardige idee.